Ik ben Thomas Hink, beursbox.nl. Ik ga het vandaag hebben over het aandeel Square. En dat aandeel heb ik al eerder besproken. Dus in de beschrijving van deze video zal ik een link zetten naar die oudere video, zodat je die ook kan bekijken. En in die oudere video heb ik naar de grafiek gekeken en heb ik gezegd, ja, ik vind het pas echt interessant worden als dit aandeel, wat toen 260 en hoger stond, als het naar de 190 daalt. Nou, we gaan eens kijken hoe het er nu technisch gezien voor staat. We gaan naar Financial. En hier in Financial zien we nu dat het aandeel vandaag flink stijgt. Bijna 3% voor beurs is het overigens. Naar 2,46. We gaan even naar de grafiek. En dan pak ik even full screen. En nu zien we hier 1 jaar. En we zien eigenlijk dat die top rond de 2,80 ligt. Net 3 keer geraakt. En de vorige keer toen ik hem analyseerde zaten we rond de 2,60. En heb ik gezegd, ik vind dit aandeel interessant. Maar dan moet het hier komen, bij die 190. Dan heb je echt een punt, dat is echt een fantastisch koopmoment als het daar komt. En die steun die dan hier is, hè, 4 keer rond dat niveau gekomen, eigenlijk hier ook en hier ook, dan is dat een heel mooi koopmoment. Dus wil je het ultieme koopmoment, dan blijf ik erbij dat die 190 interessant is. Maar, nu zitten we nu. En nu zitten we eigenlijk op het punt, en dan ga ik even naar de 6 maanden grafiek, want ik hoop dat dat iets duidelijker wordt. Je ziet hier al een bodem, en hier een top, en hier ook weer de bodem. Dus ik ga eventjes een lijntje trekken, want dat is dan ook, voor trading, is dit natuurlijk ook interessant. Deze bodem hier staat, en we gaan omhoog. Dus puur snel traden, dan zou je kunnen zeggen, oké, ik probeer het. Maar realiseer je, we staan vandaag al 3% hoger voor beurs. Dus ja, oké, dat is er al. Dus we gaan toch wel snel hier naartoe. Er zitten wat weerstanden. Maar puur even snel een paar tientjes proberen te pakken. Ja, kan. Maar dat is traden. Dat is niet waar ik dit aandeel voor zou willen kopen. Want ik denk dat dit aandeel een gouden toekomst heeft. Maar je hebt daar meer aan als je het goedkoop kan kopen. En ja, dan kan het zijn dat ik zit te hopen op rond de 190 of in ieder geval onder de 200 en dat moment nooit meer komt. Dat kan. Dat is mij overkomen met Google en dat is heel pijnlijk. En ja, dan heb je pech. Ja, dat kan gebeuren. Shit happens. Kan gebeuren. Dus dat is het risico wat ik neem. Dat ik zeg, ja, ik wil er graag voor de lange termijn in, maar ik wil niet te veel betalen. Ik wacht die beurscrash af, of voor het aandeel, of voor de sector, of voor de hele beurs. Maar er komt vanzelf een keer een correctie. En dan is dit een lijstje, of een aandeel op mijn lijstje. Maar op dit moment, om er te traden, heb ik zoiets van, ja, dat is niet mijn insteek. Ik zeg dat je dit niet moet doen. Het is geen beleggingsadvies, maar ik doe het niet. Want ik vind het dan ja, niet het aandeel daarvoor. Maar dit is voor de lange termijn echt een winnaar, naar mijn idee. En ja, goed, dan is het dus een vraag, wanneer stap je in? En daar heb ik geduld. En ja, dan kan het zijn dat ik hem mis. En als jij nu zegt van ja, maar ik pak hem nu en ik zie wel waar we uitkomen. Ja, heel goed. Dan kan het zijn dat jij geluk hebt en ik niet. Maar op het moment dat dit wel een keer naar de 190 daalt en ik pak hem op. Ja, dan ben ik spekkoper en anders ben jij het. Maar het is geen wedstrijd tussen jou en mij. Je moet je eigen beleggingsstrategie moet je volgen. Daar moet je mee werken. En je moet goed kunnen slapen. Op het moment dat je een positie inneemt en je daar wakker van ligt, dan heb je het verkeerd gedaan. En ik kan er goed mee slapen door te wachten. Door deze dan misschien te missen. Nou, ik mis niks, want ik ben in andere posities op dit moment actief. Waarvan ik denk dat die meer kans maken. Of ze dat doen, dat weet je natuurlijk van tevoren ook niet. Maar ik ben in andere actief. Dus deze hoef ik nu niet. Ja, nee, goed. En je moet gewoon wat dat betreft het geduld kunnen hebben. En zeggen van ja, dan mis ik maar wat. Maar hier ligt wel een kans voor ja, traden, dat is waar. En dan is het net eventjes de vraag van, ben jij zo'n belegger die dat wil of niet? Nou, gaan we eventjes even terug naar het bedrijf zelf. Want dat vind ik ook op zich wel even goed om nog te laten zien. Technologie is het, werken 5500 mensen zowat. En als we kijken naar de website, dan ga ik je wel van harte aanbevelen. Dan moet je eens kijken wat dit bedrijf allemaal gaat doen. Wat ze doen is bedrijven helpen.
Dat doen ze door met name op internet ondersteuning te bieden. Klantvolgsystemen, mailsystemen, dat soort zaken. Daar zijn ze ver in, maar ook hele automatiseringsondersteuning. Dus dat kan meer zijn dan alleen maar een stukje marketingondersteuning. Het betalen, de hele mikmak in voor een bedrijf als wat je moet hebben aan administratie en ondersteuning van de processen, dat kan via Square. En daarom denk ik dat dit een enorm kansrijk bedrijf is, want daar zit nog veel waar te winnen is. In feite zou ieder bedrijf een mini Amazon moeten worden. Het hele proces zoveel mogelijk geautomatiseerd is. En heel veel is te automatiseren. En ik krijg binnenkort visite van iemand die ik in 2003 heb leren kennen. Daar heb ik een werving voor gedaan. En ik heb toen op een vrijdagochtend een werving ingezet voor mezelf en voor hem. En die van mezelf had ik geautomatiseerd in een autoresponder. En ik ging die vrijdagavond ging ik op vakantie. 2003, ik weet het nog goed. En op diezelfde vrijdagavond belt hij me op. Kan je hem stopzetten, de campagne? Ik had zoiets van, hoezo, ik ben nog maar net begonnen. En hij had €3000 omgezet. En dat is leuk voor iemand die dan even begint. En ik ook zoiets, maar ik liet hem gewoon lopen, want ik had hem geautomatiseerd. En hij deed dat bewust niet, want hij wilde dat handmatige proces. Dat wilde hij toch wel graag hebben, want hij wilde weten wie zijn klanten waren. Maar die klanten kopen gewoon een product. Hij wilde het zo. Dus ik heb dat gestopt. Maar die van mij is doorgegaan. Ik ben een week op vakantie geweest. Ik heb een fantastische omzet gedraaid in mijn vakantie. Was er zelf niet bij, want het is gewoon geautomatiseerd geregeld. Hij moest het stoppen en heeft eigenlijk een heleboel verloren door dat niet door te zetten. En dat is zo jammer. Square is nou zo'n bedrijf wat je daarmee kan helpen om die omzet wel te maken. Om dus in je uppie zoveel te doen wat je normaal niet in je uppie kan doen. Kijk, ik heb een bedrijf waar ik ook helemaal zelf doe. En ik heb onroerend goed, ik heb de aandelenportefeuille, ik heb 4 actieve nieuwsbrieven. Ik heb, ik denk een stuk of 20 passieve nieuwsbrieven die ik me af en toe verstuur. Dat allemaal moet ik runnen. Dan doe ik af en toe nog presentaties en cursussen. Dat moet ik allemaal runnen in mijn uppie. Dat kan alleen maar als je dat automatiseert. En ik heb dan geen Square. Ik ben wel aan het kijken naar het bedrijf of ze me daarin kunnen helpen. Maar dat soort software heb je wel nodig om je daarin te ondersteunen. Dat bieden ze. En daarom denk ik dat dit fantastische kansen biedt naar de toekomst toe. Dus dat in ieder geval even gezegd hebbende. Kijken we naar de houders. Daar hebben we vorige keer ook gekeken. 64%, dus ongeveer 2/3 bij de grote jongens. En dat zijn de grote jongens. Dat zijn Vanguard, BlackRock, FMR, State Street. Dat zijn ze. Ook ARK Investment van Cathie Wood zit erin. En ook niet eens zo klein. 2 miljard heeft ze erin zitten. Dus dat is op zich. Maar als ze zeggen, dit is een ARK Investment aandeel. Ja, die zitten er ook in. Maar Vanguard zit er met 6 miljard in. Dus drie keer zoveel. Dus in die zin, het is wel heel veel zeggen dat dit een ARK Investment belegging is. Terwijl ze maar gewoon een van de vele aandeelhouders is met een 2% bezit in dit aandeel. Dus daar heeft ze wel, krijgt de ARK en Cathie Wood krijgt dan wel heel veel eer naartoe gewezen. We zien ondertussen dat de koers naar 3,17 is. Wat ik al zei, als je wilt traden dan kan je dat proberen. Het heeft even de wind mee, maar ik weet niet hoe lang dat duurt. Maar ik wacht tot 200, onder de 200, tot dat moment een keer komt. Dan ga ik hierin. Als dat gebeurt, dan zal ik nog een keer een video maken. Het is misschien leuk om af en toe dit aandeel eens terug te laten komen. Zeker omdat ik dit gewoon een aandeel vind voor de toekomst. Dus de Google van zoveel jaar geleden. Ik denk dat Square dat zo'n aandeel is. Zo'n Amazon, zo'n Apple. En dan Square is er ook eentje voor de toekomst. En ik denk dat de grote jongens dat al gezien hebben. Vandaar dat ze er met miljarden in zitten. Als je de video interessant vond, geef een like. Als je nog geen abonnement hebt, abonneer je dan. Ga ook eens naar www.beursbox.nl. Schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.